Oké, als tweede oefening gewoon een hexquat. Maar de hexquat is belangrijk, het eerste is je voetpositie. Je wil niet te breed gaan staan en je wil niet te smal gaan staan, maar dan kom je namelijk in je rug richt. Niet helemaal ideaal uit om je benen te brengen. Dus je wilt ze in principe op positie zetten dat jij denkt van, stel je zelf zo hoog mogelijk moeten gaan springen, waar zet je ze dan neer? Dan is het hoe lager je zet, hoe meer je die quadricep kunt gebruiken, hoe hoger, hoe meer je bent. Nou, wat is nou te laag? Is als je op een punt neerzet dat je op je hak omhoog komen, dan sta je te laag. Te hoog kan eigenlijk niet, dan merk je alleen dat je billen van de kus afkomen. Dus als ik ga staan, waar ik verder op wil focussen, is dat mijn onderrug continu contact houdt met dit kussen. Dan kan je nooit last krijgen van je rug. Ga staan, omhoog. Dat is een keer voor de hexquat. Je wil echt zo diep mogen zakken, tot je het punt komt dat je niet verder kan. Nou, en kom helemaal tot aan de onderkant, dan zou je misschien niet redden met jouw bouw. En vanuit daar ga je de herhaling aan maken. Oké, de volgende oefening is een staande leg curl. Nou, belangrijk in deze is, ondanks dat het apparaat voor gemaakt is dat je bijna dit doet, als je in deze houding staat, ga je even uit je onderrug trekken. Wat je eigenlijk doet, als je erin gaat staan, je zet je heupen hier tegenaan, dan span je je billen aan naar voren, die hou je recht. Zet je elleboog stabiel neer en dan curl je heel net. Oh, sorry. Everybody got suggestions what another man should do, and they ain't doing shit. Who will call you muscle acting, bro? Been in movies, TV shows, commercials. Oh, ik ga staan, kant van mijn heupen naar voren, zet mijzelf vast. En dan curl ik hem omhoog. Best time to train muscle acting, keep it right after the gym. Everybody can do it. Oké, de volgende oefening is dus leg extension, wat hierbij belangrijk is. Ga rechtop zitten. Hou je benen in één lijn van je heup bij je enkels. Ga niet te smal zitten, ga niet te breed zitten. Pak hem vast, pak hem rechtop, helemaal uitstappen. Waarbij ik dus ongeveer 20% licht ga en dan nog steeds 10 draai. Dus ik doe 10, 20% eraf, weer 10, weer 20% eraf en weer 10. Dit ga je niet super zwaar kunnen, dus hier ga ik veel meer voor een pomp. Dus dat is daarom deze variant. Oké, voor ons twee oefeningen zijn de hip abduction en adduction. Nou, de reden dat ik deze voornamelijk doe is voor stabiliteit van de heupen. En wat ik heb gemerkt is, als ik deze doe, mijn squat voelt veel stabieler. Ik kan veel harder afzetten en waar ik veel meer gewicht mee. Ik moet deze ook doen omdat ik wat liefst problemen heb gehad. En dat ik gewoon merk dat omdat ik dit wel vergeten ben, ik daar problemen mee kreeg. Nou, ik stel hem altijd op de rechte stand. Stap je in.
trots recht opzetten. Ik ga op een hoog aantal jaren, als ik ga ongeveer 20 graden. Gelijk door met de volgende, dat is de abduction. Ga het trots recht opzetten. En met opzij, u wordt vier opgedaan. Oké, als één laatste oefening gaan we standing calf raise doen. Nou, waarbij je bij deze verandering de focus naar beneden toe, zo diep mogelijk stretchen. Het onderste deel van je kuit bindt bezig, dat reageert niet als explosieve beweging. Dus als een yo-yo op het apparaat te staan, heb je totaal geen meer. Dit is wel een stuk lichter dan dat je normaal doet, want je moet totaal best veel lopen. Dus ik doe het even gewoon rustig voor. Focus heel erg op de stretch. Als je omhoog op het hoogste punt, probeer je eigenlijk je kuit naar voren te duwen. Dus probeer je wel je knieën gestrekt te houden. En dan voel je een hele harde kramp aan de zijkant van je kuit komen. De laatste oefening doen we de seated calf raise. Dit is meer voor je soulees aan de buitenkant van je kuit. Dus je zet hem vast. Helemaal naar beneden, hou weer vast. 1, 2, 3. Recht omhoog uit de grote teen. Omhoog. 1, 2. Dat is eigenlijk. Oké, dat was de benentraining. Nou, als eerste zijn we begonnen met de squat. Daar wil je eigenlijk proberen wekelijks een kleine stapje in gewicht omhoog te maken. Dan bij de hack squat zou je kunnen vervangen door een leg press als je die niet hebt. Daar wil je gaan uitbreiden in reps. Dus ik deed nu 10 herhalingen. Dat ga ik letterlijk opbouwen tot 20. Dan ga ik pas zwaar. De volgende stap was, kijk, de staande leg curl. Die bereid je ook uit in herhaling. Hetzelfde met de leg extension, dan ga je kijken of je misschien meer drops kan toevoegen. Dus in plaats van 2 drops, dat ik nu in de video leg, doe je nog een derde drop en gegeven zelfs een 4e drop. En dan wordt die heel pip. Voor hip adduction en adduction zou ik uitbreiden ook weer een herhaling. En bij de kuiten ga ik kijken meer naar spanningstijd. Dus hoe lang houdt de set vol? Dus ik probeer gewoon 3 seconden beneden, 2 seconden boven. Ook een stopwatch bij, dan ga ik eigenlijk kijken of daar de tijd steeds langer van moet doen. Want daar reageert de kuiten vaak beter op dan dat wij dan dat ik ga proberen meer herhaling te doen. Of gelijk heel veel meer gewicht. Gewoon langere spanningstijd met constante spanning. Daar reageert ze vrij. Dit was de training van vandaag. Wil je meer informatie over hoe je spanning wil bouwen? Ik heb een 30 dagen videocursus gemaakt. Klik de link hierboven om deze te zien. En dan spreek je snel weer. Tot dan.